Ja, voorzitter. Normaal gesproken zou natuurlijk mijn collega Olaf Efraim hier staan, maar die is helaas ziek en vindt het ontzettend jammer. Maar hij zal ongetwijfeld meekijken. En we wensen hem beterschap. Ik wens hem uiteraard beterschap. Ja. Het zou toch gek zijn als ik hem vanaf hier nog meer ellende zou toewensen. Maar nee, zeker van harte beterschap. Ik doe het ook even namens de collega's. Het was positief bedoeld. Gelukkig. Goed, voorzitter. In 1999 werd de euro ingevoerd. Geld wisselen op vakantie was niet meer nodig en wisselkoersrisico's voor exporteurs verleden tijd. De euro zou net zo hard zijn als de Duitse mark en de ECB zou strenger worden dan de Bundesbank. Er was een stabiliteitspact en elk land moest zijn eigen broek ophouden en de staatsschuld beheersen. De inflatie zou rond de 2% zijn en elke Nederlander zou 2 weken salaris winnen dankzij de euro. Maar voorzitter, het waren toch een beetje valse beloftes en er is helemaal niets van terechtgekomen. De euro was en is een politiek instrument ter verdere Europese integratie, zoals Helmut Kohl, Koen Teulings en Klaas Knot inmiddels in het openbaar hebben toegegeven. En dat betekent een verdere overdracht van soevereiniteit, maar die kan niet zomaar door een willekeurige regering worden weggegeven. Dit zal in een referendum aan het volk gevraagd moeten worden. En mijn vraag is dan ook, is het kabinet hiertoe bereid? Inmiddels is de eurozone verworden tot een transferunie en worden er steeds meer supranationale fondsen gevormd, zoals de RRF. Noord-Europa financiert Zuid-Europa. Maar wat gaat er met de euro gebeuren? Voorzitter, een aantal scenario's. A. Er komt een sterke constante groei in de landen met een schuldenprobleem, waardoor de moeilijkheden worden opgelost. Maar Italië, het is al eerder gemeld, kent al jaren een matige groei, dus dat gaat niet gebeuren. B. Er komt een langdurige hoge inflatie die de Zuid-Europese schulden als het ware doet verdampen, tegelijk met onze pensioenen, spaartegoeden en welvaart. C. De schulden worden hervormd, afgestempeld en herschikt in een groot moratorium. En de vraag is wat dit doet met de banken in Zuid-Europa en ook met de centrale banken en de ECB zelf. D. De schulden in de eurozone worden collectief en alle landen delen elkaar schulden. Een drama voor de goed presterende landen, zij het dat alle landen dan zonder terughoudendheid schulden kunnen maken. Immers, deze worden door alle landen samengedragen en Nederland zal collectief verarmen, zoals onze premier ons al eerder heeft voorgespiegeld. E. De euro valt uit elkaar en of er dan in een andere vorm monetair wordt samengewerkt, zoals in het EMS tot 1992 of andere varianten van de euro, is niet te zeggen. Graag hoor ik van de minister of het hervormen of afstempelen wordt, of dat de euro gewoon uit elkaar gaat vallen. Maar de belangrijkste vraag is uiteraard, is de euro nog in het belang van Nederland? En dat is de kernvraag die aan de Nederlanders via een referendum zou moeten worden voorgelegd. Dank u wel, voorzitter.